Geachte kijker, mijn naam is Harold Pultu, pastoor. En ik zal vandaag bidden voor allen die vandaag voor het eerst gevaccineerd zullen worden tegen de COVID-virus. En voordat ik dat doe, mijn gebedje, zal ik iets lezen uit de Bijbel. En daar staat, want er is geen overheid dan die door God, en die er zijn, zijn door God gesteld. En dat zegt de Bijbel verder. Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Ziet u? De overheid staat het volk van God ten goede. En vandaar dus dat de Bijbel ook zegt in Filippenzen 4 vers 19. Mijn God, zegt Paulus, zal in al uw behoeften heerlijk voorzien in Christus Jezus naar zijn rijkdom. Daarom zullen wij bidden dat God in al onze behoeften heerlijk zal voorzien, ook ten aanzien van de vaccinatie. We bidden. Trouwe Vader, we danken u Heer dat wij voor uw aangezicht mogen komen, uw heilig aangezicht. We danken u, Heer, dat wij op zo'n moment zijn gekomen, Heer, waar u hebt toegelaten dat er een virus de wereld in is gekomen, dat ja, COVID-19 heet. De mens heeft hem zo genoemd. Vader, er zijn heel wat maatregelen getroffen tegen de virus om het te beheersen, zodat de bedden, Heer, o God, de gezondheidszorg, ja, het aan kan, de behandeling van zij die geïnfecteerd raken. Maar Vader, u hebt de doktoren ingesteld, u hebt de medische wereld ingesteld, die ook met een vaccin komen. Heer, terecht of onterecht, is er heel wat voor, tegenstander, meningen, etcetera, etcetera. Maar dank u, Heer, dat u zekerheid geeft in uw woord. En u zegt, mijn God zal in al uw behoeften heerlijk voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. Heer, dank u dat elk overheid door u ingesteld is. Het volk ten goede. En daarom bidden wij vandaag, Heer, dat alles wat de overheid doet, de Surinaamse overheid in deze, dat het ten goede zal komen van het volk. Heer, wij dragen de overheid aan u op. We dragen ze aan u op. En wij vragen u voor wijsheid, kennis en geduld. Heer, degene die vandaag voor het eerst gevaccineerd zullen worden, leggen wij in uw handen. Vader, dat de uitwerking van dat vaccin in uw handen wordt gelegd. Zodat, Heer, indien het goede is, dat het een goede werking moet hebben. En wij vertrouwen erop dat het een goede werking zal hebben. Immers, u hebt de overheid, maar ook de medische wereld ingesteld. Anders kan u ook zeggen, ik, God, zal alles regelen voor jullie. Nee, u hebt gezegd, ik zal ook doktoren, artsen, medische kennis, wetenschap instellen. Vader, dank u dat wij deze ochtend u mogen danken dat Lime TV, Heer, o God, toch wel het initiatief mocht nemen om samen mij de gelegenheid te geven om met het volk te bidden. Dank u, Vader. Wij leggen alles in uw handen en wij danken u dat alles conform uw wil zal geschieden. In Jezus Christus. Halleluja. Amen. 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 Welkom bij het COVID-19 Journaal. Vandaag is de grote dag aangebroken, de kick-off van de vaccinatiecampagne. Ik bevind me op het terrein van het AZP, waar de eerste vaccinaties toegediend zullen worden. Zoals u weet, gaat de minister van Volksgezondheid, Dr. Anders Amar Hamadine, vandaag ook zijn eerste prikje in ontvangst nemen. We brengen u het volgende verslag.
We zijn op de afdeling vaccinbevoorrading. Vandaag wordt dus gestart de kick-off van het toedienen van, de COVID-vaccinatie. We starten met de minister. Ik ben vandaag bij meneer Autaar en de anderen om het vaccin op te halen. Als meneer Autaar het vaccin voor mij heeft klaargelegd, dan rijden we rechtstreeks naar het AZ. De koeling geschiet in vaccincarriers, dat zijn dus deze boxen. En toen ik ben aangekomen, heeft meneer Autaar dus de ijspacks gecontroleerd. Hij is nagegaan, zijn ze goed geconditioneerd. Als ze goed geconditioneerd zijn, zijn ze dus voor een aantal uren kunnen we ervan overtuigd zijn, verzekerd zijn, dat het vaccin goed blijft. Hier zijn die vier flaconnen. Ze zijn zo aangeplaatst dat ze niet gaan schudden. We gaan ze wel liggend zetten, maar dat is niet zo erg. Hij moet belangrijk niet geschud worden tijdens het transporteren. Dank u wel. Vandaag is de lang verwachte kick-off van het vaccinatiegebeuren. We gaan vandaag dus de eerste persoon in Suriname vaccineren tegen het COVID-19 virus. Nou, we zien dat naarmate de tijd vordert, aanvankelijk was iedereen een beetje sceptisch, er was nog niet voldoende informatie. Dus naarmate de informatie naar buiten komt, dan zien wij dus dat mensen steeds meer vertrouwen krijgen in het vaccinatiegebeuren. Dus we hebben een selectie gemaakt uit zorgverleners van de verschillende instellingen die dus COVID-zorg hebben geboden. Dus van het Slans ziekenhuis, van het Sint Vincentius ziekenhuis, Diakonessenhuis, Wanica ziekenhuis en het Academisch ziekenhuis. En de minister doet ook mee. Zoals jullie weten zijn er nu op dit moment 1000 doses in het land. Die zijn gereserveerd nu voor de frontline werkers. Dus de eerste 500 personen zullen bestaan uit zorgverleners. Ik heb begrepen dat er heel binnenkort dus de lading vanuit India komt. Dat zijn 50.000 doses. Dus we kunnen dan heel gauw snel doorgaan met de volgende groepen die gevaccineerd moeten worden. Ik denk dat wij met z'n allen ervoor moeten zorgen dat we de juiste informatie brengen naar de mensen. Want als je ze niet de juiste informatie geeft, dan gaat er informatie vanuit de andere hoek komen. En ja, dan kunnen ze iets anders gaan geloven dan wat echt waar is. Dus wij zijn heel druk bezig om de juiste informatie via de verschillende kanalen te brengen. We zijn er nog lang niet. Het moet opgevoerd worden en dat gaat ook gebeuren. En naarmate er meer mensen gevaccineerd gaan worden en men ziet dat het veilig is, dan denk ik dat de rest wel makkelijker over de streep gaat komen. Ja. Kijk, het belangrijkste wat ik de mensen wil meegeven is dat in elke beslissing in je leven moet je risico's afwegen. Ja, als je de straat gaat oversteken, je overweegt een risico. Je kijkt naar links, je kijkt naar rechts. Als het veilig is, dan steek je de straat over. Is het niet veilig, dan wacht je rustig tot het veilig is. Nou, de onderzoekingen die zijn gedaan, hebben laten zien dat dit vaccin veilig is. In de eerste plaats, het is veilig. Tot op dit moment zijn er miljoenen mensen gevaccineerd. Er is niemand eraan dood gegaan. Er zijn wel bijwerkingen die kunnen voorkomen, net als bij alle andere vaccinaties. Die zijn gelukkig op hele kleine schaal. En in de meeste gevallen goed behandelbaar. Of laten we zeggen, je kan van tevoren goed inschatten hoe je dat kan opvangen. Dus first and foremost, het is een veilig vaccin. En daarnaast komt bij kijken dat als je vaccineert en grote groepen dat doen, dan kan je dus ervoor zorgen dat je
in ieder geval niet doodgaat als je het vaccin hebt en COVID toch mocht oplopen. Het is zover en belofte mag schuld, zeggen ze. Dus ik heb de mensen beloofd. Ik zeg het nogmaals, ik behoor niet tot de risicogroep. Ik ben geen frontlinewerker. De artsen en het zorgveld, ik mag zich uiteraard zorgen, maar waarom moet dan die minister gevaccineerd worden? Want hij behoort niet tot die risicogroep. Maar ik heb ook een belofte gemaakt aan de samenleving. Het is een verzoek en ik ga die inwilligen. Vandaag. En we gaan het zo meteen accepteren. En uiteraard, rekenend op wat al in de wereld bekend is, ben ik helemaal niet bang en wil ik juist mezelf beschermen. En ik denk dat velen met mij, als u bevreesd bent, laat mij het voor u nemen als eerste. Laat me u tonen dat het goed is. En we gaan u blijven motiveren om het vaccin te accepteren. We hebben nog geen miljoen doses nodig. We hebben een populatie, welke hebben we getarget. En we hebben nog geen miljoen doses nodig om een aanzienlijk deel van de Surinaamse samenleving te beschermen. En ik denk met vereende inspanningen dat we hiertoe optimistisch moeten zijn. En ik weet dat we alles op alles doen om onze dosisaantallen te verhogen. Maar ik mag u zeggen, voor het jaar 2021 hopen wij tussen de 350 en 400.000 doses binnen te hebben. Ik wil de frontlinie-werkers bemoedigen vandaag. Ik wil bij de kick-off van onze vaccincampagne wat bemoedigende woorden inspreken. U bent geselecteerd om als eerste gevaccineerd te worden. Dit is een voorrecht, maar ook een teken van erkenning. Maar het is ook logisch. Degenen die de meeste risico's moeten nemen nu, zullen ook als eerste beschermd moeten worden. Dat is de essentie van een frontlinie. De frontlinie wordt verwacht het werk te doen dat anderen niet kunnen doen. Maar dan moet je ook verwachten dat die schade daar als eerste zal optreden. En ik wil u nogmaals namens de regering, namens de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie, Chandrika Prasad Santokhi, een speciale dankwoord uitspreken. Ik wil u bedanken voor alle efforts die zijn gepleegd. Dr. Vrede zegt het prima, dit is het begin van het einde. Dus we gaan COVID-19 samen bestrijden. En daarvoor zal nog steeds die nationale inspanning en die nationale opstelling vereist zijn. Mag ik u feliciteren met deze mijlpaal. Dus ik wil nogmaals beëindigen, en nu echt wel. Maar de regering, namens de regering, feliciteer ik de totale Surinaamse gemeenschap met de kick-off van ons vaccincampagne. En hierbij denk ik dat ik de officiële kick-off heb aangekondigd. Heel veel succes en veel succes en kracht in dit proces. Dank u wel.
lekker aan hoor. Mag ik een applaus? Minister Branden? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ja, dank u. Ja. Even kijken hoe we erbij zijn, hoe het reageert. Prima. Prima. Dank u wel. Kijk, het is het moment. We zijn nu in die observatieperiode. Ik heb altijd gezegd, bijwerkingen zijn normale dingen die je moet verwachten. Na welk medicament je ook inneemt. Neem je een prikje of neem je een tabletje zelfs in, kan je bijwerkingen krijgen. Dat is ook de vrees van vele doktoren, want is een medicament voorschreven. Maar ook is het de keuze van de patiënt om nog steeds te kiezen voor het vaccin. Dus ik zeg, ik voel me lekker. Er is met mij een arts, SCH-arts, dokter William, tevens mijn studiegenoot geweest is toen ook gevaccineerd. En de IC-verpleegkundige zuster Simpson. En we blijven het volgen. Ik bedoel, we hebben de kick-off gegeven. Dit zal nu plaatsvinden voor een 20-tal mensen die nog op schedule staan. Dus ik hoop dat u dat ook in beeld kunt brengen. Met mij gaat het prima. Ik ben niet bang. Ik zou niet zeggen dat mensen bang zijn, ik denk dat het meer een vrees is. Maar één advies wil ik de mensen meegeven. Laat je niet meeslepen in allerlei theorieën waarvan je feitelijk de verklaring niet kan plaatsen. Dus als je het doet, doe het wel op een wetenschappelijke wijze, in ieder geval geverifieerd en al. Maar goed, we hebben dit nu, dus we gaan even rustig wachten. Ik ga zeggen dat er zijn nu wel studies gaande over de besmettelijkheid van personen als ze gevaccineerd zijn. Kijk, je kan altijd het virus dat je krijgt, dat is gewoon bij besmetting van persoon naar jou. Dus als je binnen 1,5 meter iemand hebt die op je praat of hoest, dan is het virus op je. En nu zijn er studies gaande over hoe besmettelijk is een gevaccineerd persoon naar een niet gevaccineerd persoon toe. En daar zie je al dat het vaccin ook wel zijn nut heeft. Omdat de kans is dan ook veel kleiner. Maar goed. Dat komt nog langzaamaan, maar ik moet mijn mondkap op hebben. Het duurt, denk ik, en denk ik de deskundigen weten dat goed. AstraZeneca, wil je een goede effectiviteit hebben, moet je 2 doses nemen. Dus over een maand weer, of 6 weken, dat hoor ik wel. En dan nog, na de 2e prikje, moet je ongeveer 2 weken wachten, wil je een goede immuniteit opbouwen. Dus dat is wat bekend is. Maar in elk geval, ik ben alvast het traject ingegaan. En uiteraard blijf je de maatregelen afnemen, want ik ben nog niet volledig gevaccineerd. Ja, wat denk je zelf? Is een prikje, dus natuurlijk een beetje pijn aan mijn arm. Maar overigens valt het mee, ik voel me prima. Hetzelfde als voor een vaccin. Het is gewoon niet hetzelfde pijn. Het is een naald die door je huid gaat, dus het doet natuurlijk pijn. Maar tot nu toe geen van de allergische reacties nog vertoond. Dus gelukkig maar. Het observeren duurt ongeveer 1 kwartier. Dan verwachten we eigenlijk de meeste bijwerkingen, zeg maar. Maar tot nu toe valt het reuze mee. Gezien dat we al een jaar bezig zijn met COVID-zorg, vind ik dat het mooi is geweest. We hebben onze ervaring gehad qua opvang. En nu gaan we eigenlijk de volgende stap in. Dat is eigenlijk het vaccineren. Voorkomen is beter dan genezen, zeg ik nog steeds. Nou ja, kijk, ik heb het gehad. Niet alleen voor mijn eigen gezondheid, maar denk eraan als je later ook nog wil gaan reizen. Als je dan zo'n kaartje gaat moeten vertonen, net als je gele koortsvaccinatie. Als die dan vereist is, heb je dit al bij de hand. En het scheelt eigenlijk een COVID-test voor het reizen en ook het quarantaine nadat je bent aangekomen in het land. Ja, ik had wel vanmorgen wel zenuwen. Ik zei nog aan mijn partner van vandaag is de grote dag. Ja, voor mij was het een eer om de eerste frontliner te zijn om gevaccineerd te worden samen met de minister. Dus het voelt goed aan. Kijk, ik kan ze niet verplichten. Het is een keuze die ze zelf gaan moeten maken. Je kan ze wel moed inspreken van ga ervoor.
Het heeft zijn voordelen. Dus ik zou ze zeggen van ga ervoor. Dit was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 journaal. Zo heeft u kunnen zien hoe het aan toe is gegaan met de toedieningen van de eerste vaccinaties als het gaat om COVID-19. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!